Goedendag allemaal, mijn naam is David. Ik geef biologie aan VBO-klas op Impuls. En ik ga even meenemen over hoe het vak in elkaar zit en hoe wij richting het examen werken. Bij biologie gebruiken we het volgende PTA. Het bestaat uit een drietal toetsen. Elke periode is er één grote toets over twee of drie hoofdstukken. En aan het einde van het jaar hebben we ook nog een practicumverslag dat moet worden ingeleverd. Dat gaat over het hart. En daarbij gaan we een hart ontleden. Er kan ook worden gekozen om het cijfer uit de voorsorteerperiode te gebruiken. Maar die kan ook vervangen worden dus door het snijpracticum. De lesinvulling is als volgt. Waar mogelijk gebruiken we praktische invulling. Ja, dus als we iets kunnen bekijken door ermee bezig te zijn of door het te ontleden, dan zullen we dat doen. De lessen begin ik vaak met een stukje uitleggen van het onderwijs-leergesprek om over het onderwerp te hebben. En als we bij moeilijke opgaven, dan zullen we ook enkele moeilijke dingen oefenen of een bepaalde verwerkingsopdracht doen om te zorgen dat die stof een beetje beter blijft hangen. Maar mogelijk het ook een beetje dat het leuk is. En leuke dingen zijn sowieso leuker om te doen. En daarnaast krijgen leerlingen een heleboel tips. Ook vragen om na te denken over hoe ze iets het best zouden kunnen leren. Of het best zouden kunnen onthouden. Vanaf volgende periode zullen we ook elke les de toetsmatrijs bijhouden. Daarin kunnen leerlingen precies zien wat er dan eigenlijk in de toets beschreven staat. Dan weten ze ook precies wat ze kunnen verwachten. En buiten de les om is er daarnaast, meestal is er genoeg tijd in de les om de opdrachten ook te oefenen, dat het in de les af kan. Soms is het helaas zo dat dat niet mogelijk is en dan worden deze opdrachten huiswerk. De planning, de presentaties en antwoorden van de opgave zijn allemaal te vinden op It's Learning. En het is de bedoeling dat leerlingen die zelf nakijken om te checken of ze dat goed genoeg kennen, of ze het snappen. Leerlingen hebben de beschikking over het boek Biologie voor jou. En daarnaast hebben ze ook een BINAS. Helaas mag deze niet worden gebruikt bij de toetsen. Maar kan wel worden gebruikt als een soort naslagwerk waarin eigenlijk alle informatie heel beknopt beschreven staat. Daarnaast heb ik dinsdag en vrijdag nog een extra plusuur waar leerlingen vragen kunnen stellen of kunnen aangeven als ze bepaalde onderwerpen zouden willen oefenen. En dit gaat meestal op aanvraag en soms op aanraden van mij als docent.